gotta get up. Goedemorgen bloggertjes, ik ga vandaag een vlog voor jullie maken, want ik ga best wel veel doen. Het is 9:40 en ik ga me nu aankleden. Ik heb wel al ontbeten. En ja, dan zien jullie me zo meteen weer. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een roze t-shirt van de Cool Cat. Een wijde broek van de Fashion Point met zo'n ring. En witte teenslippers voor hier binnen. Ik ga nu beginnen met make-up en ik neem gewoon mijn everyday bakje. Als eerste ga ik de concealer van Essence aanbrengen, de Stay Natural. En die breng ik aan voor onder mijn ogen, voor de wallen weg te werken en eventueel puistjes. Maar ik heb hier een litteken, dus die vervaag ik altijd. En een rood stipje op mijn neus. En dat stip ik dan uiteraard weg met mijn vingers. Of ja, wrijf ik weg. En wat te veel is, breng ik echt naar hier, naar mijn neus, want hier ben ik ook altijd iets donkerder. Dus wat te veel is van concealer, gebruik ik voor hier, dicht bij mijn neus. Dan ga ik het geheel afpoederen met de Catrice Almond Plus Powder en de lichtste kleur. En dat doe ik met de Kabuki kwast van de HEMA. Zo. Dan ga ik de gel mascara van Essence gebruiken voor mijn wenkbrauwen in model te brengen, zeg maar. En deze gel is echt heel fijn, daar raad ik iedereen aan, want het blijft echt de hele dag mooi. Die breng ik ook aan op mijn wimpers, dan worden alle mascara's waterproof. Dat heb ik eens ondervonden. Echt een heel fijne gel mascara, zo budgetproof. En dan kam ik het met het Essence Eyebrow Designer 02 Brown. Zo mooi in model liggen. Zo. Dan mascara van Maybelline. Hele fijne mascara. En als everyday look doe ik niet oogschaduw of zo. Gewoon mascara, lippen en gezichtsbasis uiteraard. Dan breng ik eerst een babylip aan. Ik heb de blauwe Hydrate. Deze is echt super smooth. En een lipstick van de Bart Smit koffer van Mark Wins. De lichtste kleur. Ja, sorry voor mijn lippen, ze zijn echt heel droog weer ineens. Net omdat ik elke dag lippenbalsem smeer. Zo. Dan blush. Ik gebruik de Essence Silky Touch Blush. En die breng ik aan met de Essence Blush Kwast. En zo, dit is mijn everyday look, lippen, mascara, gezichtsbasis en blush. Ik ben nu wat aan het chillen op mijn bed en de joepie is aan het doorbladeren, aan het lezen. Ik lees elke week de joepie, ik zit er een paar achter, maar altijd als er een nieuwe joepie komt, blader ik die eerst helemaal door. Ik lees niet echt iets, maar ik blader volledig door en daarna lees ik hem. En ik ben ook op mijn gsm. Ik heb een nieuwe gsm trouwens, de Nokia Lumia 625. Een hele fijne gsm. En ik ben met Annemie aan het sturen op Viber. Dat is een heel leuke app. Dan kan je gratis sms'en en bellen. Hier staat hij. Ik heb ook WhatsApp. Kijk maar. Ik kom zo op FaceTime.
En dat zal ik ook even filmen als ik in het FaceTime ben met Annemie. Ik ga straks naar haar en daar vloggen we uiteraard verder. Ik ben nu op weg naar Annemie haar huis. Het is niet zo heel ver van hier. Dus. Hey, en ik ben nu bij Annemie. We gaan dadelijk op de trampoline. Ja, en tot echt een superleuke vlog. We gaan van alles doen. Ja. Heel gewoon. Mm-hmm. Het wordt gewoon geweldig vandaag. Ja, veel plezier met kijken. We zijn nu buiten op Annemie haar trampoline en we gaan onze beste kuntjes laten zien. Annemie, doe maar. Oké, wel oppassen dat ik hem niet raak en niet uitlachen als ik het zo pakje. Probeer het goed op beeld te krijgen, maar met een trampoline is dat moeilijk. En ze vallen brug en ze kan recht staan. Nu ga ik het volgende trucje doen, ik ga op mijn knieën vallen. En dan probeer ik mijn handen zo te doen. Okay. Dit waren mijn trucjes en nu is Anouk aan de beurt. Ze gaan haar speciale trucjes doen. Ze gaan een salto doen en een kniesalto. Ik ga beginnen met de gewone salto. Ik ga goed hoogte maken, want ik wil proberen recht te staan. Dus ja, ik heb plezier kijken. Ik durf nooit te dragen. 1, 2, 3. Woe! Met recht gekomen. Maar het was wel heel goed. En dan nu een kniesalto. Het is niet dat ik zo en dan ga draaien, dat niet. Ik spring, ga op mijn knie en dan doe ik een salto. 1, 2, 3. Ja! Woe! En dat waren mijn trucjes. En we zijn nu terug binnen en we hebben een intro gemaakt. Ja, voor mijn blog. Ja. Dus laten we kijken. En die gaan we nu kijken. En hier is intro. Ja, niet letten op dat van Eindhoven, maar... Oh, dat was onze intro die we gemaakt hebben. En die komt nu voor al jouw video's, hè? Ja. Ik ben terug thuis. Ik ben net gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen, want het is nog nat. Wat ik aan heb is een lange blouse van Guess. En een jeansbroek. Ik ga trouwens uit eten, dus ja, dat wordt heel fijn. En ik ga hem nu opmaken. Ik ben nu opgemaakt en ik heb mijn everyday bakje en mijn avondbakje een beetje gemengd. Ik heb voor de eerste keer de groene pruim van Catrice gebruikt en het is een echte aanrader. Ik heb dus concealer op, de groene primer, afgepoederd met de Catrice poeder, mascara. Ik had niet echt zin in oogschaduw vandaag. De lipstick van Essence. En ja, mijn outfit. Ik heb een tasje bij. Daar zit mijn gsm in, want mijn broek heeft geen zakken. Heel vervelend. Het zijn zo van die nepzakken. Hier zit dus mijn gsm en mijn lipstick in voor het eventueel bij te werken. En we gaan nu vertrekken naar het restaurant. Ik ben terug van het restaurant en het was echt super lekker. Het is ondertussen al 11 uur, dus ik ga slapen, want ik ben moe. Het was echt een drukke dag vandaag. Ik zie dat de video heel lang duurt. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden en ik zie jullie snel weer. Doei!